Deze laptop heeft volgens Florian een party trick. Florian, ja. Wat heb je meegenomen? Ja, dit is een hele vette nieuwe gaming laptop, een Medion Eraser. En jij wil vast weten wat ik van het design vind, of niet? Onder andere, maar ook wat de features zijn en wat de specificaties zijn. Maar laten we beginnen met het uiterlijk. Florian, ja. Je hebt van mij een minuut om te vertellen wat je van het design vindt. Langzaam. Komt-ie. Deze laptop heeft als bijnaam The Beast. En dat slaat echt op de specs en niet op het uiterlijke design, vind ik. Want het is eigenlijk heel erg degelijk. Hij is redelijk sober inderdaad voor een gaming laptop. Precies. Natuurlijk zitten er ledjes in je toetsenbord. Dat hoort. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal vrij basic of zo. En voor zo'n uit de kluiten gewassen gaming laptop, wat het is, en straks kom ik daarop terug natuurlijk voor de specs, ziet het er eigenlijk best wel normaaltjes uit. Wat ik wel cool vind is aan de zijkant heb je die, en aan de achterkant heb je die koeling dingetjes inderdaad. Ja. Ja, en daar zit wel een beetje een leuk reliefje in. Iets normaal of iets cooler dan standaard. Voor de rest, het is vrij basic wat ik zeg. Het is wel lekker stevig, er zit weinig movement in, zeg maar. En ook het scherm is lekker stevig. Dus het is cool. Terwijl ik de stroom eruit druk. En voilà. Dus uiterlijk prima. Niet heel bijzonder. Ja, we hebben inmiddels al wat gaming laptops gehad. Ik vind hem wel een beetje aan de dikke kant. Vind je niet? Voor de specs die erin zitten vind ik het heel erg meevallen. Maar daar moeten we het nog eventjes over hebben. Ja, oké. Okay. Nou, laten we het gaan hebben over de specificaties. En Florian, ik heb het vermoeden dat jij hier wel 1,5 minuut voor nodig hebt. Ik kan er vrij kort over zijn, maar 1,5 minuut is fijn, denk ik. Oké, nou, je krijgt een minuut in. Oké, top. Komt-ie. Om te beginnen zit hier een 4090 in. De allervetste video. 4090. De allervetste videokaart die je kan krijgen. 13e generatie i9. Heel veel vetter bestaat niet. 32 giga RAM. Nou, dat lijkt me ook meer dan zat. Holy shit. Dus ja, qua specs heel veel vetter is er niet. En dat ze dat überhaupt hebben, wat jij zegt, je vindt het best dik. Ik vind het eigenlijk knap dat ze het überhaupt in een laptop case krijgen. Ja. Dat is eigenlijk vrij bijzonder. Maar qua specs, heel veel vetter bestaat er niet. En wat ik zeg, hij heeft een toffe party trick waar we straks over komen. En dat heeft een beetje te maken met de specs die hij heeft. Omdat in deze case kan hij dit gewoon hebben. Maar zodra je echt een beetje wil overklokken, wat natuurlijk wel gewoon in een desktop kan, is in een laptop is dat heel erg moeilijk. Ja. Maar daar hebben ze een klein beetje een oplossing voor gevonden. En daar komen we straks op. Maar gewoon qua specs en wat hierin zit en gewoon met de fan die draait. Heel veel vetter bestaat niet, man. Oké, en hoe zit het met hoe warm die wordt, zeg maar? Want vaak met een laptop zit je ook wel vaak op je schoot, zeg maar. Ja. En dat kan af en toe wel een beetje irritant zijn, zeg maar. Als het echt een enorme joekel. Zou ik je ook zeker niet aanraden, inderdaad. Want hij wordt echt behoorlijk heet. Dus je kan hem wel gewoon natuurlijk prima voor je op een tafeltje. Maar echt op je schoot. Een laptop of een YouTube filmpje kijken kan best. Ja. Maar als je echt een zware game wil draaien of zo, en dat die ook echt moet aangesloten worden op de stroom. Ja, ik denk niet dat je dat langer trekt dan 1,5 uur. Zeker niet met deze temperaturen nu. En wat voor outputs zijn er? Je hebt een HDMI. Mm-hmm. Een full-size HDMI. USB aan de zijkant, USB-C. Er zit een card reader in, een SD-card reader. Okay. Hier iets bijzonders. Wat is dat, joh? Precies, ja. Laten we doorgaan naar de feature. Laten we doorgaan naar de features. Ja. Oké, je hebt hier iets meer tijd voor nodig. Ja, heb ik ietsje meer tijd voor nodig, ja. Ik geef je 3 minuten, want ik heb er ook even wat van gezien, hoor. Mm-hmm. Komt-ie. Oké. Ja, de party trick. Wat maakt dit zo bijzonder? Wat is de party trick? De party trick zit inderdaad in dit mysterieuze tasje. En als je het zo ziet, dan denk je misschien nog steeds van, maar wat moet ik daarmee? Maar ik ga het gewoon laten zien en ik ga het aansluiten en het kwartje je kan gaat, het ook horen. Gaat vanzelf vallen. En het is een beetje gek ook, want je moet hem doorlussen. Dus deze gaat nu in de stroom. Deze gaat nu hierin. En dan gaat hier de stroom in. En dan hebben we hier een wel heel bijzonder stekkertje, wat je eigenlijk nooit bij je laptop krijgt. En dat gaat echt zo simpel gewoon, hop, that's it. En dan ook aan deze kant zo, hop. Zet hem aan, gaat hij knipperen. En dan moet ik eventjes hier in de settings duiken, want jawel, een liquid cool systeem. Aan het begin vond ik dat ook best wel eng, omdat hier in de bovenkant, ik kan het wel even laten zien.
hier zit dus het reservoir, zeg maar, echt voor de koeling. Ja. En hier zit dus gewoon water in. Ja. Dus ik kwam hiermee thuis en ik heb alles aangesloten natuurlijk. En ik denk, ja, hier moet water in. Dus ik kom aan met mijn kopje water. En ik denk, ja, maar hier staat allemaal technology. En water met stroom is natuurlijk geen beste combinatie. Ja. Dus het was best wel een beetje gek of zo om dit te doen. Dus uiteindelijk heb ik het ook weer allemaal losgekoppeld. Echt aan de kant gezet en toen water erin gegoten. Want ja, je zal het maar over je laptop heen gieten. Dat wil je natuurlijk helemaal niet. Het is te bizar voor woorden. Maar om eventjes... Er zit bij deze laptop... Nee, het zit er niet standaard bij. Maar je kan het erbij kopen. Ja. En het idee is dat vooral met een 4090... die 40-serie kaarten, die worden echt pisheet. En dat betekent eigenlijk dat op een normale frequentie... kan die hem gewoon koelen. Met de fan. Dus gewoon via lucht, zeg maar. Ja. Maar als je echt... wil schalen erin. Dus als je wil gaan overklokken, ja. Dan kom je met een desktop kom je best wel weg. Met een grote case, met fans en weet ik wat. Maar hierin heb je gewoon die ruimte niet. Nee. En dus hebben ze gedacht van nou, dan moeten we dus een externe waterkoeler hebben. Waardoor je dus wel kan overklokken. Dus dan pakt hij zeg maar de fan over van de case. Ja. En wordt hier alles gekoeld in plaats van hier. Wat voor kloksnelheden hebben we het over? Want we hebben natuurlijk te maken met een mobiele chip. Ja. He, dat draait altijd wat minder hoog dan als je bijvoorbeeld een desktop 4090 hebt. Ja, het draait minder hoog, maar er zijn ook vaak... De specs zijn ook gewoon minder. Dus buiten dat hij in een lagere kloksnelheid draait, heeft bijvoorbeeld minder resistors, dat soort dingetjes. Ja. En dat is inderdaad zeker hier ook het geval. Je moet eigenlijk een beetje denken dat je een beetje kan schalen in 100 megahertz. En dat is echt niet veel. Nee. En dus dit ook. Dit is zo niche. Ik bedoel, de laptop zelf is natuurlijk al super niche. We gaan straks even over de prijs hebben nog. En dat je dan ook nog dit erbij kan halen. Welke normale gamer doet dat? Oké, dus je wint hier eigenlijk gewoon 100... 10%. Zo moet je het een beetje zien. 10%? Okay. 10%. Ja. Dus het is echt inderdaad, die overklokschaal, die kan je er nog bij trekken, zeg maar. Het is meer gewoon, het is cool dat het kan, Tjeerd. Maar kan je dat ook extra overklokken als je bijvoorbeeld zegt van... Nou, ik pak water uit de vriezer wat net niet bevroren is... en dan doe ik het er dan in en dan kan ik extra overklokken. Zou dat in theorie kunnen? Zoals je ziet, zeg maar, is dat gaatje best wel klein. Dus ik dacht ook al van, ja, je kan er gewoon ijsblokjes in knallen, toch? Ja. En dan is die kouder natuurlijk. Ja. En ik denk dat in theorie dat zou werken... Maar ik denk dat qua winst dat je daar niks mee haalt, zeg nee? maar. Nee, ik denk dat dit al best wel overkill is voor wat het is... Dus je hoeft niet te gaan klooien. Wat nou als je deze in de vriezer doet, terwijl je... Zeker. Oké, okay. Ik heb al een beetje het gevoel van dat ik, ik jouw waardeoordeel wel een beetje kan gokken. Mm-hmm. Dus ik denk dat jij dit hele systeem mm-hmm. 4 sterren geeft. Oké. Okay. Ja, het is een beetje moeilijk, omdat de nerd in mij, de tech-nerd, ja. die vindt dit heel cool. Ja. Dus die schreeuwt 5 sterren. Ja. Maar als ik even een beetje serieuzer ernaar kijk, dan denk ik, wat een onzin. Ja. Dus dan zou ik inderdaad op, weet ik veel, 3 sterren terechtkomen. Dus dan kom je gemiddeld op 4 sterren uit of zo. Wat ik zeg, weet je, mijn tech-nerd hart, die zegt, ik vind het super cool, maar het is super overdreven. Laten we er even de koe bij de hoorns vatten. Oké. Okay. Wat kost het? Want dit is natuurlijk een 4090, dat is al echt... insane voor een gaming laptop wat er allemaal in zit. Ja. Wat kost een laptop? €4000. En dan krijg je deze er niet bij? Ook niet een glaasje water? Dat misschien nog net wel. Oké, okay, €4000. En wat krijg je hier? Wat vragen ze hiervoor? Valt op zich mee. €250. €250. Ja, dus je zit op 42,5 voor het hele pakket wat hier staat. Zeg voor maar. 10% winst. Ja, voor 10% extra winst inderdaad erbovenop. En dan is €250 vergeleken met 4000 niet veel natuurlijk. Ja, dat is een kopie. Als je 4000 uitgeeft, kan je ook best 42,5 uitgeven. Maar ik denk dat als je hiermee gaat klooien, dat je gewoon beter een desktop neer kan zetten, toch? Ja, toch. Met waterkoeling. Ja. En weet je, dat je hem dan niet altijd mee kan nemen, weet je, dat nog tot daaraan toe. Ik bedoel, voor die extra 10%... Het is gewoon een leuke gimmick. Dat is het. En dat zeg ik. Het is tof omdat het kan. Ja. Weet je, maar heb je het nodig? Nee, man. Maar wil je het hebben? Ja, man. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Ik denk dat ongeveer 90% van de mensen die nu zitten te kijken... deze ongetwijfeld gaan kopen. Minimaal. Als je dan deze koopt, dan is 100% kans groot dat je deze gaat halen. Zeker. Toch? Zet het maar even in de comments. Vond je dit een handige video? Laat dan even weten. Door middel van een duimpje omhoog.
Abonneer op ons kanaal. En ja, je weet het hele Lidl wel eigenlijk. Dit, ja. Tjonge, jonge. The Beast. The Beast. Watergekoeld Beast. Vier sterren.